Van maandag 5 augustus tot en met zaterdag 17 augustus zijn er weer zomerfeesten in Almkerk. Altena TV sprak met Plons, de organisator van de zomerfeesten in Almkerk. We staan hier met uh, Marije Vos, secretaris van Plons. Uh, de tent staat er weer en volgende week gaat hij helemaal los in Almkerk. Ja, zeker. We hebben het opgebouwd en uh, we zijn nu de tent aan het vullen. En uh, we hopen dat we volgende week natuurlijk helemaal klaar zijn van alles. Dit jaar was een jubileum voor de SOOS, maar het is de hoeveelste keer dat de zomerfeesten hier in Almkerk plaatsvinden? Het is de 43ste keer dat we de tent hier hebben staan. En inderdaad het 50ste jaar dat de SOOS bestaat. Dit jaar staat natuurlijk een heel vol programma weer op de planken. Maar er is nu iets bijzonders, omdat de SOOS 50 jaar bestaat. Hebben jullie iets bijzonders georganiseerd? Nou, echt heel bijzonder. Het is wel heel leuk, want uh, 50 jaar geleden zijn we natuurlijk gestart met uh, cabaretavonden uh, in het Wapen van Emmikhoven. Daar is de shows gestart en later zijn we pas naar uh, de Weg Noord gegaan uh, aan de dijk. Um, maar dit jaar gaan we eigenlijk een beetje terug naar onze oude roots, want we hebben namelijk nou een comedyavond met Peter Pannenkoek en Patrick Laurij. Dus dat is wel heel leuk, want dan ga je dus echt weer terug naar, uh, naar waar je vandaan kwam. Welke hoogtepunten zijn er zoal in het weekend uh, in deze tent? Nou, we hebben dit jaar natuurlijk ook weer donderdag, de eerste donderdag meegenomen in ons programma. Dus we beginnen natuurlijk weer met de derde. Net als vorig jaar, omdat we dat gewoon echt een, echt een succes vonden. Uh, de eerste vrijdag hebben we Q-Music. De zaterdag hebben we een foute avond. Met uh, Dries Roelvink, Cory Konings en Dev Rhymes. Uh, het weekend daarop is het ook weer de donderdag. Oud en Vertrouwd, de VC Experience. Uh, die vrijdag hebben we dus de jeugdavond, die Urban Fridays. Met Frenna, Jack Charek en de DJ van je zusje. En de laatste zaterdag sluiten we af met een foute party Met uh, Samantha Steenwijk, John de Bever en Tino Martin. Voor de kinderen ook voldoende te doen. Uh, volgende week gaat Timmendorp hier weer los. Ja, maandag starten we met Timmerdorp, Dat is ook natuurlijk de eerste waar we mee starten. En uh, dan zijn ze heel de week weer onder de pannen. Dan uh, is, er, uh, op, uh, is er natuurlijk een show aan het eind van uh, Timmendorp. Maar dit jaar is er ook iets bijzonders. Uh, de volwassenen kunnen ook aan de slag. Ja, klopt. We hebben op woensdag uh, na de Kindershowavond hebben we de volwassen playback. En uh, omdat we dat zelf ook altijd eigenlijk gewoon heel leuk vonden om aan deel te nemen, of iets van, nou, weet je, um, we kijken wat het doet. En we hopen gewoon dat het echt een onwijs leuke en grappige avond wordt. Dus daar kan iedereen zich ook gewoon nog steeds voor, uh, voor inschrijven. Het, uh, op zaterdag is er ook voldoende te doen overdag. Uh, een hoogtepunt: het autovoetbal. Ja, zeker. We hebben dit jaar gewoon weer uh, 10 teams te pakken. En uh, natuurlijk ook uh, de Drive-In Bios weer is een terugkomend item. Ja, De maandag hebben we natuurlijk weer de Drive-In en de laatste zaterdag hebben we ook gewoon weer ons Voet um, En het is natuurlijk ook ontzettend leuk. We hebben de Highland Games en ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk om naar te kijken, maar ook om hem mee te doen. Weet je. je hebt meerdere uh, dingen. Je hebt uh, tactiek nodig, je hebt behendigheid nodig en je hebt kracht nodig. En ik denk dat het, dat het ook voor de toeschouwers een heel leuk is om naar te kijken. En voor die Highland Games moet je van tevoren aanmelden of kan je hier uh, op locatie komen en dan je alsnog inschrijven? Nee, het is uh, voor ons prettig als je gewoon via de website inschrijft, inderdaad. En alle informatie is natuurlijk ook weer terug te vinden op jullie website. En dat is: www.soverfeestalmkerk.nl. Dankjewel, uh, Marije. Graag.